Nou ja, dat was in 1981. Dus dat is een tijdje geleden. Nee, en jij hebt dus hier ook een pianist. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Hallo, Evita. Hallo, Warren. Warren. En jullie gaan samen een stuk voor ons spelen. Ja. En hoe heet het stuk? Is het een bestaansstuk? Is het van jouzelf? Het is een stuk van mijzelf. Ja. En voor de gelegenheid, trouwens, Warren heeft de teksten van geschreven. Mm-hmm. Ik heb de muziek geschreven en voor de gelegenheid is het een ode aan Chet. Oh, geweldig. Ja. Leuk. En hoe heet het? Het heet Pretty Amsterdam. Oeh, ik ben benieuwd. Ik ga wel dus met de microfoon hier een beetje tussen manoeuvreren, dus let niet op mij. Maar ik wil dat de kijkers thuis goed het allemaal kunnen horen, ja? Ja, natuurlijk. Waar kan het wel het beste staan? Wat je wil. Ja? Oké. Okay. Top. Oké. Okay. Let's go. Amsterdam. Want we zijn hier natuurlijk in het fantastische, legendarische Casablanca. Het is zo prachtig dat we hier toch de antieke jazzclubs van vroeger hebben. Yeah. Die vind je nergens, die vind je zelfs in Amerika niet. Nou, in New York heb je misschien nog één of twee, yeah, maar voor de rest zijn ze ook allemaal weg. Dus dit is echt een grote luxe. Maar treed jij nog veel op in de Casablanca? Aanstaande op 1 juni spelen wij hier voor het Red Light Jazz Festival. Ik zag al bordjes hangen inderdaad. Ja, en daar hebben we ontzettend veel zin in. Want dat wordt een heel mooi festival met allemaal verschillende optredens door de hele Red Light District. Dus dat is gewoon geweldig dat wij, ik heb zelf ook nog in het Red Light veel opgetreden in mijn jeugd vroeger. Nee, maar als ik jou ook zie spelen, je bent gewoon echt volop aan het genieten. Wat, ja, wat gaat er door je heen als je aan het spelen bent? Ja, ik vind spelen ontzettend luxe dat je mag optreden, want ik ben altijd de hele dag bezig met die optredens te organiseren. En als je dan eindelijk mag spelen, nou dat is zo geweldig. Dat je dan eindelijk hetgene mag doen waar je het allemaal voor doet, zeg maar. Want ze zeggen wel eens, inspiratie is 99% perspiratie. Ja. En dat is ook zo. Dus, nou, laten we afspreken, want ik ga nu straks naar Casa Rosa met Elke Mamme.
als ik dan wegloop en ik dan met de meisje spelen, dan voel ik me helemaal empowered dat ik naar straat op ga. Zul je dat dan als ik... Natuurlijk, zeker. Ontzettend bedankt dat ik mocht langskomen. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het echt geweldig. Dankjewel. Nou, dan gaan we spelen. Yes. Holland is my home. 2, 3. To stand down.